het is eigenlijk een beetje een achtbaan geweest bij mij. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Als ja, dingen gebeuren vaak vrij plotseling, waardoor het dus ja, weer verandert. En op dat moment moet je gaan kijken van, ja, wat heb ik nodig? Is dit blijvend of verbetert het? En ja, soms neem je dan dus een risico om te zeggen van ja, ik zet alles op alles, ik wil hier blijven wonen. En ja, van de ene kant heb ik ook wel zoiets van ja, dat lost zich wel op. Maar ja, ik zit weer ook wel weer zo in elkaar dat ik het liefst een stap voor ben. Dat ik gewoon weet, en mijn ouders ook weten. Want ik weet ook dat met name mijn vader zich toch af en toe ook wel zorgen maakt van ja, wat als? Wat als ja, een van hun wegvalt, maar ook wat als ik bijvoorbeeld ja, die dystrofie rechts weer doorzet en ik dus hier niet meer kan wonen. Ik ben aan het rondkijken, ik ken via een tante van mij die MS had, ze is helaas overleden. Die heeft in een Focus-project gewoond in Tilburg. Dus daarvan kende ik het project Focus. Wat is dat? Focus is zelfstandig wonen in een wijk. Dus zeg, stel dat in deze wijk Focus zou zijn, dan zou er in deze straat valide mensen wonen. Maar ook een aantal woningen zijn aangepast en daar wonen dus mensen met een beperking. Meestal is dat of in één flat of in ja, twee of drie straten. En dan heb je een zusterspost in die wijk. En je kan dus je hebt 24 uur per dag oproepbare zorg voor ja, van alles en nog wat. De voordelen zijn dus ja, die zelfregie. Dus dat ik zelf kan bepalen wanneer ik wat wil. Wanneer ik welke zorg nodig heb. Het nadeel is dus dat Focus niet alle zorg kan en mag leveren. Dus dat je toch afhankelijk bent van andere instellingen. Zoals bijvoorbeeld via WMO de huishoudelijke zorg. En voor bijvoorbeeld complexe wondzorg ook weer thuiszorg. En ja, hoe dat dan gaat met samenwerking. Omdat ik toch ja, een aantal complexe aandoeningen bij elkaar heb, wat het plaatje gewoon lastiger maakt. Nadelen, ja, je gaat uit het sociale netwerk. Weg van je mantelzorgers, weg van je vrienden. Ja, dan kan je zeggen, Eindhoven is niet zo ver, maar ja, de vrienden die ik heb, en er zijn er niet veel, die hebben allemaal kleine kinderen. Dus die kunnen niet even, nu komen ze tussendoor als de kinderen op school zitten. Als je in Eindhoven woont, kan dat niet. Nu komt mijn moeder ook ja, even snel iets doen. Ja, dan moet ze het echt gaan inplannen. TrioCen, dat is ook een stichting en die heeft ook bepaalde woonvormen. Ik heb me daar verder nog niet in verdiend. Omdat volgens mij die woonvormen echt woonvormen zijn. Dus dan, ja, hoe moet ik dat zeggen, je woont samen in een huis, je hebt gemeenschappelijke ruimte, je hebt alleen een eigen slaapkamer. Beetje verpleeghuisachtig, zou ik maar zeggen, maar dan kleinschalig. Ik wil echt gewoon een eigen voordeur hebben. Ik denk dat voor ja, alle mensen met een beperking heel belangrijk is dat je... Ja, toch je eigen ding hebt. Je levert al zoveel in. Je moet al zoveel uit handen geven. En ja, dat kleine stukje wat je dan nog zelf hebt, ja, vind ik gewoon heel belangrijk.